Dit is het paard Jojo. Jojo heeft haar hele leven voor de boer gewerkt. Iedere dag brachten de volk melkbussen naar de stad, het hooi van het land naar de schuur en de bieten naar het schip in de haven. Ja, het was een zwaar bestaan. Jojo had er meer dan genoeg van. Ook een paard wil wel eens wat anders dan werken. Op een dag zei ze tegen de boer: "Kan je mijn tuig losmaken? Het zit er strak." "Wat zei je me nou?" vroeg de boer verbluft. Hij had wel verstaan wat ze zei, maar hij dacht: "Een porta prot, dat kan niet." Maar in al de jaren dat Jojo hard had gewerkt, had ze zichzelf leren praten. Ze was heel slim, want ze sprak nooit tegen meer dan één mens tegelijk. Zo bleef het een geheim, want niemand durfde te zeggen dat hij een paard had horen praten. Ook de boer niet. Hij dacht: "Ik zeg er niks van tegen, mevrouw. Anders mok ik naar de dokter en daar wil ik niks van weten." En hij maakte het tuig van het paard los. Toen het donker was, verliet ze zachtjes de boerderij. Want Jojo wilde de wijde wereld zien. De meeuwen hadden haar vaak verteld over verre landen, over bergen en oerwouden. Meeuwen weten namelijk veel. Die komen overal. Ze moesten alleen niet zo druk door elkaar heen praten, vond Jojo. De kerkuil vloog een eindje met haar mee. "Waar ga je naartoe?" riep ze. "De wijde wereld in," antwoordde Jojo. "Dag," riep de kerkuil. "Het ga je goed." Na een dag lopen kwam Jojo in een bos aan. Zou dit een oerwoud zijn? Ze rustte wat uit en at een sappige peen uit haar tasje. Het was hier wel heel erg stil. Ze liep maar weer verder. Voorzichtig, want een oerwoud is vol gevaren. Ook voor een sterk paard als Jojo. Het was nog vroeg. De zon kwam op en langzaam kwam het bos tot leven. Een eekhoorn sprong voor haar voeten weg. Muizen piepten in het gras. Plotseling zag Jojo twee houten bordjes op de bomen gespijkerd. "Cursus netjes tafeldekken" stond er op het ene bordje. Op het andere stond: "Wie binnentreedt met vuile poten, wordt van de cursus uitgesloten." Voorzichtig liep Jojo verder tot aan een grasveld waar allemaal dieren zaten, groot en klein. Met de heerlijkste lekkernijen voor zich, zoals kersentaarten, pasteitjes en schalen met koekjes. Het was er heel gezellig. De dieren kletsten door elkaar heen. In het midden stond een mevrouw met een bloemetjesjurk. In haar linkerhand hield ze een pollepel en in de andere een praattoeter. "Hallo, hallo," riep ze. "Wat heb ik jullie geleerd? Bij de cursus netjes tafeldekken, verboden door elkaar heen te kwekken." Ze was wel streng, zeg. "Vandaag beginnen we met de soep. Let goed op, ik geef de beurt aan Beer. Beer, deel de soep uit en denk eraan, netjes en beschaafd." Beer liep met de grote pan naar de dieren en wilde de soep met een lepel opscheppen. Maar hij was zo onhandig dat hij alles en iedereen onderkletste. "Stop, stop," riep de kookjuffrouw. "Dit gaat helemaal verkeerd." Maar voordat ze verder kon gaan, klonk er een heftig spektakel achter de struiken. Geschreeuw en het knallen van een geweer. Een jonge wolf sprong tevoorschijn en rende angstig over het veld. Boem, de kookjuffrouw omver en hup, daar ging de soeppan de lucht in. Iedereen raakte in paniek. Daar kwam een jager aangerend.
dood, die wolf! Riep hij. Achter hem liep zijn dochter en die riep... Papa, papa, stel je toch niet zo aan! Dat arme beest doet niemand kwaad! Doe dat enge geweer toch weg! De tafeldekles eindigde in grote wanorde. De cursisten renden weg toen de jager zijn geweer weer richtte. Om zich te verstoppen stak de wolf zijn kop in een leeg augurkenblik en botste tegen Jojo op omdat hij niets meer zag. De arme Jojo schrok zo dat ze zich steigerend omdraaide en weggaloppeerde. Tarabom, 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 klonken haar hoeven op het bospad. Tarabom, tarabom. Jojo wilde zo gauw mogelijk weg. Ze had nooit gedacht dat een oerwoud zo eng kon zijn. Eindelijk kwam ze bij een rivier aan en dronk wat water. En wie zaten daar? Het meisje en de wolf. Zo, paard, zei het meisje. Jij kan hardlopen, zeg, voor zo'n dikzak. Loop jij zomaar rond? Heb je geen baas? Nee, zei Jojo verlegen. Ik ben weggelopen. Ik wil de wijde wereld zien. Ik heet Jet, zei het meisje. En ik wil met je mee, want mijn vader wil mijn vriendinnetje de wolf doodschieten. En morgen moet ik naar de kostschool en dat wil ik niet. Mag ik met je mee? Jojo dacht na. Nou, vooruit dan maar. Jet klom op de rug van Jojo. Nou, dat viel niet mee, zeg. Wat heb jij een mooie grote billen, zei Jet. Dat komt omdat ik een echte boerenknol ben. Trouwens, jouw kont mag er ook zijn, hoor. Al kletsend trokken Jet en Jojo en natuurlijk Loopa de Wolf de wijde wereld in. Maar dat viel niet mee, want de mensen en dieren schrokken erg van Loopa. Een meisje met een paard en een wolf, dat had men nog nooit gezien. Aan het eind van de middag kreeg Jet honger en plukte appeltjes uit een boom. Mag dat wel? Zei Jojo. Ach, zo'n appeltje kan toch geen kwaad? Ze groeien gewoon aan de boom. Maar Jojo had gelijk, want ze hoorde al gauw iemand roepen. Ho, ho, dat gaat zomaar niet! Boos kwamen twee boeren aangerend. Dat zijn onze appels! Riepen ze. Wegwezen hier! Jonge jongen, wat een gedoe voor een paar appeltjes, riep Jet. Dat komt zeker omdat ik een meisje ben. Dat kunnen ze niet uitstaan. Ze waren zo moe van het rennen dat ze alle drie in het gras uitrustten. Even later zag Jojo pioenrozen groeien. Die vond ze erg lekker. Maar toen ze een hapje wilde nemen, kwam er alweer een boze boer op en af. Die pioenrozen, die zijn van mij, zei hij. Nee, het viel niet mee om als paard met een meisje en een wolf de wijde wereld in te trekken. Aan het eind van een warme middag kwamen ze bij een dorp aan. Oh, riep Jet, ik ken dit dorp. Hier woont mijn tante Sjaan en mijn neef Aag uit Amsterdam op een schip. Een heel mooi schip met prachtige zeilen. Kijk, daar is het café waar Aag altijd komt. Ik ga kijken of hij er is. Kom Loopa, we gaan naar binnen. Maar toen ze met Loopa het café binnenstapte, begon iedereen te schreeuwen. Wegwezen, riep de cafébaas. Oh ja, zeker omdat ik een meisje ben, hè, zei Jet. Ze was vergeten dat Loopa iedereen schrik aanjoeg. Loopa schrok zelf zo van het lawaai van de mensen dat ze angstig begon te grommen. Want dat doen wolven als ze bang zijn. Help, een wolf! Schiet hem dood! Riepen de bezoekers. Wegwezen!
Oh, dacht Jojo, die door het raam naar binnen keek. Dit gaat helemaal mis. Maar daar ging ineens de deur open. Neef aangestapte binnen. Wat is hier aan de hand? Zei hij. Nee, maar, dit is mijn nichtje Jet. Zijn jullie allemaal bang van een klein meisje met een hond? Grinnikte die. Gelukkig, nu moest iedereen lachen. Kom, zei Age tegen Jet, dan gaan we naar de boot. Je tante zal wel blij zijn om je te zien. Ze liepen naar het schip dat inderdaad zo mooi was als Jet had verteld. Daar stond tante Sjaan. Ze droeg een overall en veegde haar handen af aan een vette lap. Ze was blij om haar nichtje te zien, maar ze had ook zorgen. De motor van ons schip is kapot. Ik krijg hem niet gemaakt en we hebben geen geld om hem te repareren. We moeten morgen met een vracht over zee varen. En als we eenmaal op zee zijn, kunnen we zeilen. Maar in het kanaal gaat het niet. Ik kan het schip wel naar zee trekken, zei Jojo. Tante Sjaan en Age wisten niet wat ze hoorden. Een paard dat kan praten? Nou moet het niet gekker worden, zei Age. Maar hij was wel blij dat Jojo zijn schip wilde voorttrekken. Hoewel het hard waaide, trok Jojo de volgende dag het schip met de naam Het Witte Zeepaard naar zee. Omdat Jojo zo zijn best had gedaan, mocht hij van Age mee naar het eiland Lamsoer. In het begin vond Jojo het wel leuk op zee. Dat was nog eens wat anders dan een weiland met alleen maar gras en bloemen. Maar het begon steeds harder te waaien. Wat zeg ik? Het stormde. Oeh, huilde de wind. Hoger en hoger werden de golven. Als dat maar goed afloopt, dacht Jojo, want ik heb geen zeebeen. Nee, ze was het niet gewend om aan boord van een schip te staan. Hou je goed vast, riep Jet. Maar Jojo had helemaal geen handen om zich mee te houden. Jojo en Lupa werden kletsnat. Wat maken die golven een lawaai en wat krijsen die meeuwen, riep Jojo. Het lijkt wel of ze ergens tegen willen waarschuwen. Age had de grootste moeite om koers te houden. Recht zo die gaat, riep hij. Want dat roepen schippers altijd. Recht zo die gaat. Eindelijk was daar de kust van het eiland Lamsoer in zicht. Maar Jojo voelde dat er iets misging. Toen ze dichtbij kwamen, zagen ze dat de zee een gat in de dijk van het eiland had geslagen en dat het water het hele eiland Lamsoer had overspoeld. De koeien op de dijk loeiden van angst. Verderop zagen ze mensen op de daken van hun huizen zitten. Jojo bedacht zich geen moment. Ze sprong in het water en riep: "Ik haal ze op en ik breng ze op mijn rug naar het schip." Ik ga haar helpen, riep Jet. En sprong in een roeiboot en roeide achter Jojo aan. Op een dak zaten de twee zussen Ans en Miep Zondag. Ja, zo heten ze, Zondag. Tot haar stomme verbazing zag Jet dat een van de zussen de rug van Jojo schoonborstelde voordat ze op haar rug stapte. Ja, we houden van netjes, zei ze. Even later bracht Jojo de drenkelingen aan boord. Goed gedaan hoor, Jojo, riep tante Sjaan. Maar weg was ze alweer. Ze zwom in de richting van de kerk met Jet achter haar aan. Daar zaten de dominee en de koster. Help, riepen ze. Help, we verdrinken. Rustig, we zijn er al, riep Jet. Er kan niets meer gebeuren. Maar de koster bleef maar roepen. Help! Help! Ja, nou is het wel genoeg, mopperde de dominee. Je hebt toch gehoord wat Jet zegt?
De hele dag waren Jojo en Jet in de weer en brachten alle mensen van het dorp naar het schip Het Witte Zeepaard. Aan het einde van de dag, toen iedereen veilig was, viel Jet aan tafel in slaap. Zo moe was ze. Ze werd wakker toen ze geluiden hoorde. Aan boord van een losgeslagen veerboot stond een groepje vreemd uitgedoste mensen. De chic geklede dame speelde mooie melodieën op een accordeon en commandeerde intussen een groepje heren in kleurige streepjes pakken. Op de maat van de muziek maakten ze handstandjes en ratslagen. Een man oefende voor konijn. Hopla en halt, riep de dame. Iedereen op het Witte Zeepaard was aan dek verschenen. Ze keken hun ogen uit. Wat een gekke mensen, riep Jet opgewonden. Schandalig om pret te maken in deze vreselijke toestand, riepen de gezusters zondag. Ik denk dat ze het doen om warm te blijven, zei de dominee. Bovendien moeten artiesten altijd oefenen als ze niet optreden, wat er ook gebeurt. De dominee had overal verstand van. De mooie dame richtte zich met een buiging tot Agen. Ach, meneer de zeekapitein, houd ons alsjeblieft tegen. Ja, ik ben die beroemde Riketa Hoepas, meneer. In dit zijn mijn 5 zonen. We reizen die ganse wereld rond en maken fantastische acrobaten, noemer meneer. Riketa Hoepsa, misschien wel van gehoord, ja? Even later klom de beroemde mevrouw Riketa Hoepsa met haar 5 zonen aan boord van het Witte Zeepaard. We zullen jullie eens lekker verwennen, zei Agen. Hij stookte zijn kolenfornuisje roodgloeiend en bakte mooie dunne pannenkoeken. Dat kon hij als de beste. Sjaan smeerde ze met stroop en rolde ze op. Eet maar gewoon met je handen hoor, mensen, riep ze. Met zoveel messen en vorken heb ik natuurlijk niet. Een van de acrobatenbroers pakte zijn accordeon en begon te spelen. En zo werd het nog gezellig ook. Ook Lupa had het naar haar zin. Bovendien kon ze het goed vinden met de poes van de gezusters zondag. Dames en heren, riep Agen, mag ik even jullie aandacht? Ik wil graag een applausje voor Jojo het paard. Want zij heeft de meeste van jullie gered. Hoera! Leve Jojo, riep iedereen. We hoeven nooit meer iets te doen dankzij je grandioos pensioen, senior. Maar waar was Jojo? Tante Sjaan sloeg haar handen voor haar gezicht. Die arme lieverd, we zijn er helemaal vergeten. Ja, Jojo was weg. Jet sprong meteen in de roeiboot. Ik ga haar zoeken, zei ze. Als je er vindt, dan moet je naar het dorp Krabbenisse toe, riep Agen. Dan vaar ik daar alvast naartoe. Daar is het droog. Samen met de trouwe Lupa roeide Jet naar het eiland. Maar waar moest ze zoeken? Ze roeide en roeide. Ineens sprong Lupa overboord en begon hard in een richting te zwemmen. Jet roeide achter haar aan. Het leek of Lupa haar ergens heen wilde brengen. Maar Jet zag alleen maar water, water en nog eens water. Ze gaf de moed al bijna op. Maar hoorden ze daar iemand roepen? Jet, hoorden ze. Ja hoor, dat was Jojo. Toch wel makkelijk als een paard praten kan. Daar stond ze met allemaal dieren op haar rug die ze had gered. Een geit, een schaap, konijnen, poezen en kippen. Ja, zelfs een vogel in een kooi. Met alle dieren die Jojo had gered, liepen ze naar het dorp Krabbenisse, waar ze met vreugde begroet werden.
Ik heb een verrassing voor jou, zei Age tegen Jojo. Kom jij maar eens mee. Hij bracht haar naar een stal met heerlijk hooi, waar een glanzende bruine hengst met lange benen stond. Zo te zien konden die twee het al gauw goed met elkaar vinden. Je mag hier blijven wonen als je wil, zei Age. Nou, dat wilde Jojo wel. Eerlijk gezegd had ze nu wel genoeg van de wijde wereld gezien.